Ja, Herr Schäufle, 40 Jahre schon Chopin und Leon Martens. Waren Sie damals schon dabei oder das war Ihr Vater, der das dann gemacht hat, das Kontakt? Also ganz am Anfang war ich nicht dabei, weil so lange bin ich, das heißt, ich bin gerade etwa so lange in der Firma, aber das war noch mein Vater, natürlich, ja. Der ja immer noch sehr aktiv ist, wie Sie vielleicht wissen. Ja. Als ich mich gut kann erinnern, was Chopin eigentlich het erste grote merk wat in jullie zaak kwam. Klopt dat? Dat klopt, dat klopt. We hebben voor het eerst kennis gemaakt met Chopin tijdens een beurs in Basel. En ik meen me te herinneren, dat was in 1978. En we hebben nu 40 jaar werken we met Chopin. Dus ja, eigenlijk werken we zelfs een jaar te langer. Maar goed, de beetjespeling hebben we nog steeds. En dat was nog eigenlijk met destijds met de ouders van meneer Schäufele, die nu hier is. En wij waren toen dermate, laat ik zeggen, door de collectie dat je dacht, nou, wat doen we? Zullen we toch wagen en naar binnen gaan? Want zo'n beurs brengt natuurlijk het summum. Ja. En voor ons was het, ja, wij waren een bedrijf uit Maastricht. Het was onze eerste keer bezoek een buitenlandse beurs. Was ook meteen een stap hoger. En meteen een stap hoger. En we zijn daar toen ontvangen en hebben inderdaad toen een besluit genomen om met Chopin te gaan werken. De ouders van Carl Friedrich Schäufele waren toen ook heel enthousiast. En wij zijn gestart met een collectie waar we hebben nu hier tijdens dit event zelfs nog een paar items uit die tijd. Ja, ja. En dat is wel heel, heel leuk. Ja. Ja, en door de jaren heen ontwikkelden wij ons, het bedrijf Chopin ontwikkelde zich. Het, we hebben eigenlijk veel hoogtepunten mogen meemaken. Van Chopin, de introductie van nieuwe collecties op sieradengebied, Happy Diamonds. Dat was toen heel revolutionair eigenlijk, als je nagaat. En dat was een hele hype. En dat is later ook wereldwijd enorm iets geworden. Dat is een fenomeen. Je kunt echt zeggen dat is een icoon in de sieradenwereld. Also, ik meine, insbesondere bij familie Martens had zich dat ja einerseits sehr rasant, kann man sagen, und sehr qualitativ und vorbildlich entwickelt, weil es gibt wenige Partner, die wir so schätzen und die so mit so viel Geschmack arbeiten wie Frau Martens. Und das macht natürlich insbesondere Freude. Wir sind ja eine Familienfirma und dann auch zu sehen, dass eine neue, also die junge Generation auch eingestiegen ist in die Firma, ist das, was man sich eigentlich immer wünscht, natürlich. Het leuke van het werken met het familiebedrijf is dat die passie en dat enthousiasme wat wij als familievoelers, dat je dat daar ook herkent. Ze doen altijd net even een stapje meer. Eines der Prinzipien, die wir haben, ist, dass wir unabhängig als Familienbetrieb weiterarbeiten möchten, solange wir können, ganz klar. Und ich freue mich schon auf die nächste Generation. Ja, weil die ist da. Ja, sie stehen in den Startlöchern. Ja, sicher. Das ist schon wichtig. Ja. Ja, ja. Und da ist natürlich auch eine Entwicklung bei den Familien Martens. Noch immer der schönen Laden in Maastricht, aber heutzutage sind die in ganz das Land durch. Genau. Es gab Zitronen. Ist das für Chopin noch extra interessant oder wie sehen Sie das? Also erstens mal ist es eine tolle Entwicklung für Familie Martens. Und zweitens ist es heute wichtig, dass einige größere Unternehmen bestehen, weil Unsere Arbeit ist eine sehr finanzintensive Arbeit und
Da muss man schon ein starkes Rückgrat haben und es ist und man muss vor allem mit viel Leidenschaft dabei sein. Und ich nehme an, dass was ich nun sehe, dass das auch allemal Chopard ist, oder? Das ist praktisch allemal Chopard. Ja. Das ist ein Horloge, zeg maar, L'Heur du Diamant, een van de speciale lijnen die ze net uitgebracht hebben. En daar speelt natuurlijk diamant een hoofdrol. Mijn oorbellen zijn vintage Chopard. Dat ja. bestaat al. Je ziet door de jaren heen natuurlijk veranderingen komen. Maar je ziet stukken die toen mooi waren, die blijven nog steeds mooi. Wat mooi de ring is, dat blijft mooi. Ja, precies. De ring heb ik er zelf bij ontworpen. Maar de rest is natuurlijk is wel mooi Chopard. We zijn ervan overtuigd dat we met Chopard nog een hele interessante toekomst tegemoet gaan. En zeker met de nieuwe generatie die zij ook hebben.